De man die gisteravond in Rijkenvorsel een fietser aanreed en daarna vluchtmisdrijf pleegde, blijft aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter in Turnhout beslist. Bij het ongeval kwam een 18-jarige jongeman uit Merksplas om het leven. De dader reed na de aanrijding naar huis, maar ging zich enkele uren later toch aangeven bij de politie. Hij had gedronken. De hulpdiensten kunnen vannacht niks meer doen voor het slachtoffer van een aanrijding met vluchtmisdrijf in de Eekhofstraat in Rijkenvorsel. De jongeman uit Merksplas, net 18 geworden, is tussen 7 en 8 uur gisteravond aangereden door een 25-jarige automobilist. De dader en zijn vriendin weten dat ze iemand hebben aangereden, maar ze laten het slachtoffer voor dood achter. Pas uren later wordt zijn lichaam gevonden in een gracht naast de weg. Na de aanrijding is de verdachte, dus de bestuurder, een honderdtal meter verder gestopt. Is dan teruggegaan naar het slachtoffer, heeft hem van op afstand bekeken en is dan doorgereden. Hij heeft dus geen hulp geboden, heeft ook de hulpdiensten niet verwittigd. Hij is dus naar huis gereden. Daar heeft zijn vriendin, die inzittende was in het voertuig, heeft de ouders dus verwittigd dat zij een aanrijding hadden gehad. En de moeder van de verdachte is dan op zoek gegaan naar het slachtoffer. Aanvankelijk hebben ze hem niet kunnen aantreffen en uiteindelijk is het slachtoffer gevonden, dus iets na 11 uur. De bestuurder van de auto wordt opgepakt door de politie. Hij verklaart dat hij op de terugweg was van de halfvaste stoet in Rijkenvorsel en dat hij daar 8 tot 10 glazen bier heeft gedronken. 6 uur na de feiten blijkt hij nog steeds meer dan 0,5 promille alcohol in het bloed te hebben. Of het slachtoffer van de aanrijding na de klap nog gered had kunnen worden, is onduidelijk. Het verder onderzoek zal moeten uitwijzen of de man overleden is onmiddellijk na het ongeval, ten gevolge van de aanrijding zelf, dan wel dat hij later is overleden in de gracht. Aangezien hij dus na het ongeval in de gracht is beland en daar water in stond, is het niet uitgesloten dat hij door verdrinking in feite om het leven is gekomen. Het blijft opvallend dat niemand het slachtoffer en zijn fiets heeft zien liggen gisteravond. Door de halfvaste stoet was de Eekhofstraat een omleidingsweg en er moeten na het ongeval nog tientallen auto's voorbijgereden zijn. Natuurlijk, het slachtoffer is in de gracht terechtgekomen. De gracht is daar 1,5 meter diep en het slachtoffer lag wel degelijk met zijn aangezicht in het water. De bestuurder blijft voorlopig in de cel. Tegen zijn vriendin loopt een onderzoek wegens schuldig verzuim. Een bejaarde man van 74 is in Herentals opgepakt op verdenking van 70 fietsdiefstallen. De politie betrapte de man toen hij hout aan het stelen was bij een doe-het-zelfzaak. Tijdens een huiszoeking kort daarna troffen de agenten tientallen heren- en damesfietsen aan. De politie gaat nu op zoek naar de rechtmatige eigenaars. 3 grote containers met dames- en herenfietsen, mountainbikes en zelfs een elektrisch exemplaar. Dat is de buit die gisteren is teruggevonden bij een bejaarde man van 74 aan de Lierseweg. De politie kwam hem toevallig op het spoor. De man was blijkbaar wat materiaal aan het opladen bij de plaatselijke Hubo. En via de nummerplaat hebben wij dan makkelijk het thuisadres kunnen vinden. Bij een nazicht thuis bij de man, dus bij een huiszoeking met toestemming, is dan gebleken dat daar een hele grote hoeveelheid fietsen in die woning waren. Een 70-tal fietsen. De man zou verklaard hebben dat hij de fietsen gewonnen had op tombolas en bingo namiddagen. Maar daar richten de agenten weinig geloof aan. Of alle tweewielers ook effectief gestolen zijn, staat nog niet vast. Inspecteurs van de zone Nederland zijn vandaag de hele dag bezig om een inventaris op te maken. Er wordt nagekeken of er een graveernummer op staat, zodat we de eigenaar makkelijk kunnen terugvinden. Daarnaast worden ze ook goed beschreven. Fietsen die niet gegraveerd zijn, kunnen we dan misschien dankzij onze website, gevonden fietsen, misschien kunnen terugbezorgen aan de rechtmatige eigenaar. De bejaarde man is niet aangehouden, maar wordt de komende dagen wel nog verhoord. De politie raadt intussen iedereen aan om zijn of haar fiets te laten graveren. Het is heel belangrijk om hem te laten graveren, omdat het de kans verhoogt dat je fiets wordt terugbezorgd als hij toch moest verdwijnen. En een tweede belangrijke tip is natuurlijk ook je fiets afsluiten met een degelijk fietslot. De afdeling Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid is gestart met herstellingswerken op de E34 tussen Lille en Turnhout. Over een afstand van 7 kilometer in de richting van Turnhout worden betonstroken die zwaar gehavend zijn vervangen. Het verkeer wordt in beide richtingen over 2 keer 2 versmalde rijstroken gestuurd. Er wordt ernstige verkeershinder verwacht. Bij de voorbereidende werken op de pechstrook gebeurden de voorbije weken enkele ongevallen. De werken moeten op 23 april klaar zijn. En in Geel is een aannemer begonnen met de aanleg van de aansluiting van de markt op de Nieuwstraat. Dat is zowat het laatste stukje van de markt dat nog in een nieuw kleedje moest worden gestopt.
Om de werken in alle veiligheid te kunnen laten verlopen, is de Nieuwstraat deze week volledig afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. Alleen bussen van de lijn mogen nog passeren. Aan fietsers wordt gevraagd om af te stappen. Als dit punt klaar is, kan ook de doorgang naar de werft een tijdelijke betonlaag krijgen, zodat Palmemart in optimale omstandigheden kan verlopen. Net als Arendonk en Turnhout viert ook Lier dit jaar zijn 800ste verjaardag. Het openingsfeest van Lier 800 op vrijdag 27 april komt dichterbij. En om alle Lierenaars altijdig in feeststemming te brengen voor het verjaardagsfeest, roept het stadsbestuur en de VZW Lier 800 op om de feestvlaggen al buiten te hangen. Die zijn speciaal voor het evenement ontworpen. Goedemiddag. Ik zou een vlag willen komen halen. Ja, en welke had u graag gehad? Welke wijk woont u? Lisp. Lisp, dat is de gele vlag. Meer dan 500 feestvlaggen voor Lier 800 zijn al verkocht. Maar wie nog geen vlag heeft, kan nog altijd terecht bij de dienst toerisme in Lier. Daar vind je alle mogelijke exemplaren, want elke wijk heeft zijn eigen vlag. Voor het ontwerp zorgde graficus Jeff Vingeroets. En als rasechte Lierenaar wist hij waar hij inspiratie moest zoeken. We hebben eigenlijk verschillende ontwerpen, moet ik het zeggen, doorlopen. Maar het zat nog allemaal niet goed, voelde nog allemaal niet goed. En uiteindelijk, ja, schapenkoppen. De Lierenaars, dat zijn de schapenkoppen. En heb ik gewoon een foto genomen, een schapenkopje getekend, dat er bovenop geplakt. En dat zat meteen goed. Maar één uniform ontwerp volstond niet voor de Lierenaars. Met hier en daar een kleine aanpassing krijgt elke Lierse wijk nu een gepersonaliseerde vlag. En daarvoor haalde chef de mosterd in Italië. Ze willen een schapenpalio organiseren, waar dat elke wijk hun schapen eigenlijk naar de grote markt stuurt en daar dan een wedstrijd organiseert. Maar net als in Siena, in Italië, heeft elke wijk ook zijn eigen vlag daar. En voor het centrum zeker en vast aan rood, voor het Lisp is het geel, uiteraard. Maar dan zijn er nog een aantal andere kleuren gekomen en op die manier zijn we daartoe gekomen. Het logo is heel herkenbaar. Lierenaars vinden zich erin terug. Daarom zal het schapenkopje ook in de toekomst nog vaak opduiken in Lier. Dat is opgepikt door dienst toerisme Lier. Die gebruiken dat nu ook in hun communicatie. Dus een afgeleide eigenlijk daarvan. Met de slogan Lier plezier op kop. 27 april is het zover. Dan is het groot openingsfeest van Lier 800. Maar vanaf vandaag mogen alle vlaggen al wapperen. Vanavond zal het Lierse stadscentrum voorzien worden van vlaggen en hopelijk hangen alle inwoners eerdaags een kleurrijk exemplaar aan hun gevel. Gladiolen heeft de Belgische band Triggerfinger kunnen strikken. De rockformatie rond Lierenaar Ruben Blok maakt de affiche van het Olense Festival compleet. Het optreden op Gladiolen wordt een van de weinige concerten van Triggerfinger op Belgische bodem dit jaar. De rockgroep is Europa aan het veroveren en staat met hun cover van I Follow Rivers, zowel in België als in Nederland, op nummer 1 in de iTunes charts, de lijst met de meest gedownloade nummers van het moment. Op vrijdag 25 mei zullen ze in Ole het podium delen met onder meer Intergalactic Lovers en The Subs. Een dag later maken ook de Skeps en het Hof van Commerce hun opwachting op Gladiolen. Het festival is dit jaar aan zijn 12e editie toe. Westerlo heeft een uitstekende zaak gedaan in de strijd om het behoud. Het won, zoals u gisteren al kon zien in Sport op Zondag, tegen Racing Genk met 3-2. En zo wipt Westel weer over Sint-Truiden naar de voorlaatste plaats. Jan Keulemans zette 7 spelers die terugkeerden uit blessure meteen in de basis. De trainer houdt zijn hart vast dat iedereen fit blijft, want woensdag wacht Bergen al. De basiself van gisteren krijgt vanmorgen verzorging binnen. Sommigen gooien de spieren wat los. Trainer Jan Keulemans wil duidelijk geen enkel risico nemen met het oog op de laatste wedstrijd van de reguliere competitie overmorgen. Al lijkt bijna iedereen, behalve een Gollok en Korsjes, de match tegen Racing Genk goed verteerd te hebben. Dat moeten we afwachten. We doen het heel al kijken wat Korsjes en Gollok al zijn. En de rest gaan we rustig morgen bespreken dus met de dokter van wat kan en wat niet kan. Op het eerste zicht hebben ze de wedstrijd goed verteerd? Op het moment hebben we weinig vinklagen erover, ja. Het is nog altijd maar 1 dag na de wedstrijd en de kwaaltjes komen maar de 2e dag. Dus dat wordt afwachten tot morgen. Maar ik denk dat de schade zal meevallen.
Twee maanden was het geleden dat de Kempanen nog eens konden winnen. De laatste thuisoverwinning dateerde zelfs al van 17 december tegen Beerschot. De 3-2 gisteren deed deugd en had Westerlo helemaal te danken aan een knotsgek openingskwartier. Als je dan heel die wedstrijd bekijkt, dan denk je dat we bij momenten degelijke voetbal hebben gespeeld. En wat voor mij bijzonder plezierig was, was het feit dat dus na die 3-2 toch niet in echte paniek zijn gekomen. Dat we probeerden, op momenten hebben we hem weggetrapt, maar toch ook vrij veel geprobeerd uit te voetballen. Westerlo doet dankzij de zegen opnieuw haasje over met Sint-Truiden. De voorlaatste plaatsen en de bonus van 3 punten en het thuisvoordeel zijn nog niet binnen. Sint-Truiden speelt woensdag nog op het veld van Oud-Heverlee-Leuven. Westerlo trekt naar Bergen. Men weet, die laatste wedstrijd kan er altijd van alles gebeuren. En gebeurt er meestal van alles. We hebben allebei een verplaatsing tegen ploegen die niks meer te winnen hebben. Ik wil er geen pronostiek op plakken, maar ik denk dat we moeten proberen zelf af te maken. En dan hoeven we niet naar Sint-Truiden te kijken. Dus, want ik denk dat Sint-Truiden toch ook voor de overwinning gaat gaan in Leuven. Dus ik denk dat we het zelf gaan moeten doen. In de eerste klasse van het voetbal bij de vrouwen is Lierse er dit weekend niet in geslaagd het grote Anderlecht te verslaan. Anderlecht stond tweede in de stand, door Lierse gevolgd op 3 punten. Maar de kleine kloof in de rangschikking bleek op het veld een wereld van verschil. 3-0 werd het voor de Brusselaars. Anderlecht grijpt Lierse meteen bij de keel. Mannaert schiet in de 3e minuut, maar net naast. Aan de overkant krijgt Else de kans om Lierse op voorsprong te brengen. Maar Van den Houwen is paraat. We spelen dan een kwartier als Van Gijsel een vrije trap mag nemen. De kopbal is van Mannaert, het staat 1-0. Het 12e doelpunt van het seizoen voor de captain van vrouwelijk paarswit. De reactie van Lierse laat niet lang op zich wachten. De kok lanceert Van Gils, maar het schot mist kracht en richting. Een misser die Lierse zuur opbreekt, want op het half uur bedient de Garnier van Loek. Zij zet een 1-2 op met Mannaert en schuift de 2-0 tegen de netten. En het wordt nog erger vlak voor de rust, Wiaar naar Van Loek. Een knappe lop over de bezoekende doelvrouw en 3-0 is de ruststand. Lierse gaat in de tweede helft op zoek naar een eenredder, maar veel gevaar gaat er niet van uit. De voorzet van Olsia geraakt niet tot bij Else. Lierse kan geen vuist meer maken en verliest met zware 3-0 cijfers van Anderlecht. Anderlecht had meer balbezit, laat dat duidelijk zijn. Dat was zeker waar. Maar ik denk dat wij ook zeker en vast enkele kantjes hebben gekregen. Waar we dan ja, niet scherp genoeg op waren eigenlijk. En eigenlijk, zij krijgen eigenlijk allee, golen op standaard situaties waar we eigenlijk gewoon in duel tekort komen. Gouverneur van Antwerpen, Cathy Berks, had vanmiddag de eer om de eerste aardbeien van 2012 te proeven. Ze kreeg die op het provinciehuis in Antwerpen uit handen van het hertogelijk genootschap van de gezellen van de aardbei van Hoogstraten. Het is een traditie die al meer dan 30 jaar meegaat. Wij waren erbij en proefden dat het goed was. Na de koning vorige week is het nu de beurt aan gouverneur Cathy Berks om de eerste aardbeien van 2012 te proeven. En het streekproduct uit Hoogstraten valt bijzonder goed in de smaak. Ze zijn heerlijk. Ze zijn groot, heel sappig en mooi rood en toch wel vrij zoet, dus ze zijn voortreffelijk. Het hertogelijk genootschap van de gezellen van de aardbei van Hoogstraten biedt al ruim 30 jaar de eerste aardbei in primeur aan de gouverneur. Daarmee is ook dit jaar het startschot van het nieuwe aardbeiseizoen gegeven. Ja, en dat valt ook echt wel samen met de lente natuurlijk die begint. Hè. De zon die terugkomt, de aardbei. Het is goed dat je zo'n aantal symbolische momenten hebt van dingen die elke keer terugkomen. En dat zal ook goed in ere houden. Dus ik heb hen ook opgeroepen omdat ik nog minstens 25 jaar, maar wat mij betreft nog vele jaren langer te blijven doen. Aanvaardt u de opdracht van de ridder van de gezellen van de aardbei, die u door het hertogelijk genootschap wordt toevertrouwd? Die aanvaard ik. Ik aanvaard dat. Gedeputeerde Rick Rutger en Peter Belles worden door het genootschap ook nog geridderd. Zij zijn nu, net zoals alle andere gedeputeerden, ridder in de orde van de aardbei. De bedoeling is dat zij, wanneer zij tot ridder in de orde van de gezellen van de aardbei verheven zijn, dat zij ook ten alle tijde de promotie op zich nemen van de aardbei van Hoogstraten, waar ze kunnen en waar ze zich ook bevinden en bij welke gelegenheden dat ook mogen zijn. Een lekker einde van dit nieuws, of ik u ook met het weer blij kan maken, dat verneemt u zo meteen.